dan kan het alles weer op de website downloaden valt om dat wat te zien. Ik bedoel maar even, binnen 4 minuten. Ja, dat is een heel verhaal. Ik ben Gesine van der Zwaag, ik ben jongeres en ik ben examendocent. Ik zie jongen al een skoft, ik ben al een jaar of 10. Ze is maar bezig met jongen. Ik ben voor hier helemaal zelfstandig als zangeres en zangdocent. En jeder hier ik altijd een baan erbij, dus ik zit nu eigenlijk helemaal in de muziek. In 2009 kreeg Gesine provinciale bekendheid met haar versie van Gabriele's Song. Dat lied uit die film As It Is In Heaven. Van een oeist leven van mij. Ik was daarvoor natuurlijk ook al wel langer bezig met jong, maar ik denk wel dat Gabriele's Song mij een hele grote bracht had. Ja. Hey, nou, ik ben zo. Ja, ik ben heel benieuwd hoe het eruit ziet. Mooi, ik wel. Okay. Nou, hier ben ik. Ja. Zo zei je dat zo'n glaasje zo belangrijk is, hè? Ja. Nou, ik smiet hem weer. Ik smiet hem in de CD-speler. Ja. Wat net zijn Gesine? Ja, het ziet er prachtig uit. Ja. En we hebben wel wat in spanning zitten, want wie maar de vraag had dat de Joerte echt wijzen zou. In de plaat heet contrast, maar het gaat ook echt over de mooie dingen, maar ook de tegenslagen die het leven nu soms te bieden heeft. Gesine van der Zwaag, en wat zeg ik nou? Wat zie ik nou aan die? Een beetje een bukje, Joost. Ik ben de vriendin van Gesine en ik ga van Gesine het artwork verzorgen voor het album. Dus ik ga de cd maken, het hoesje, uitnodigingen en dat soort dingen meer ga ik maken. Okay. En de filmpjes dus, die via elke toon worden. Dus het is echt wat een speciaal die voor die, of net? Dit is een heel speciaal die voor mij, maar net alleen nog vanwege het artwork. Maar ik met Joen ook een versje jongen met mij gezien. Oh. En ik ben geen zanger vanzelf, dus dat is wel heel spannend voor mij. Het is Joert wat een bijzondere die voor die, of net? Ja, klopt. Waarom? Nou, omdat ik voor het eerst een cd maken ga en die presenteer ik Joen in Harmonie. Dit album is... Sabi's hebben meer eigen teksten, dus dat is al heel persoonlijk. En het is meerdere stijlen. Daar ben ik stevigere popnoemers bij, om samen te zeggen. En ik zong Frans chanson, dus het is eigenlijk wel heel breed. En dat woe ik eigenlijk ook heel graag met dit album, om wat meer zien te litten van wat ik doch, zeg maar, en wat ik ben als jonger is. Er zijn weinig mensen weer iets gespannen meer dan ik op dit moment. En dat is misschien een beetje voor Gesine, maar met name ook voor mezelf. Want zat ik krijg als zij, ik ben geen zanger en ik sta wel al tussen profs.
Dus ik hoop maar dat het publiek het me net kwalijk neemt dat ik een keer een Liesbietje in de neus zit. Het is al hier wel heel goed slagen. Ja, ik weet niet dat er echt gekke dingen misgang binnen of zijn. Dus, Nou, hij stond deze CD uit, de CD-presentatie had nou keer het best. Maar wat nou? In elk geval, ik ben in verwachting. En daar moet ik tijd voor vrij wezen, zeg maar. En dus je kan wel zeggen van nou, ik wil de hart op. En dat ga ik op zich, ik wil in een holle. Ik wil heel graag een theatertour doen in Friesland. Maar dat zal dan net jeder worden als. Oktober, november, dat slaging gaat. Maar ik denk dat we er een soort theatervoorstelling, muziektheatervoorstelling van meidje willen. Okay. Dus we zijn er net van gezien van de zware. Je bent er net van, ja. Nee.